welcome to the first quality debate in Brussels. The purpose of this debate is to find fitting solutions in a positive way by debating together in a cozy, nice way like this café with some drinks and some food. We hebben vanavond een kwaliteitsdebat gedaan hier in Brussel. We hebben al eerder een kwaliteitsdebat gedaan in Gent. En hier in Brussel hebben we vooral geprobeerd om een constructief debat te houden met niet veel geklaag, maar vooral veel oplossingen. Het tweede kwaliteitscafé is eigenlijk een kans voor studenten om te spreken over de school, om ergens de kwaliteiten van de school naar voren te roepen, maar vooral wat dat er misloopt. En het gebeurt op een informele manier. Studenten krijgen de kans om over een aantal topics te spreken en ze halen het onderste uit de kan om ons op de punten te wijzen waar dat we op moeten werken. Er stond een zware maquette op een heel fragile maquette. Je moet daarop letten. Als je dat in het buitenland gaat gaan doen, dan moet samen met mensen van daar zijn. Je kunt kaders creëren wat die dingen mogelijk zijn. Het wordt ook niet gepromoot om het op jezelf te doen. Dat kan wel. We hebben echt moeite om dat te mogen doen. Ja. We hebben ook voor docenten gekozen die al geëngageerd zijn in het studentenleven en die vooral ook bezig zijn met wat student aangaat. Ik denk een informele manier als deze, met een aantal drankjes en wat eten rond een gezellig tafeltje, de drempel heel erg verlaagt naar de discussie zelf. Het belangrijkste wat je in zijn Lucas leert is ook het ontwerpen zelf. En als je meteen op de computer ontwerpt, denk ik dat je veel stappen verliest. Gewoon schetsen, dat zegt natuurlijk niks. Dat leren we zo gezegd allemaal. Vandaag was het iets specifieker gericht op pedagogie en hoe dat eigenlijk dingen in lesverband kunnen wijzigen, terwijl dat het eerste kwaliteitscafé veel meer ging over infrastructuur en over hoe dat bepaalde praktische zaken kunnen georganiseerd worden. We hebben geprobeerd om meer specifieke topics aan te pakken en als we dan vaker zo'n debat herhalen, dan hebben we misschien veel meer positieve invloeden dan als we heel de tijd over algemene thema's bezig blijven waarvan de problemen toch al bekend zijn. I was like interior school, but very different from in France. It was just 2 years of degree, and I just went in my school. I spent just 1 year in La Villette, and I don't know what I have to learn to them because I was not in the first year with them. Sometimes teachers try to learn to students, but in a way that I don't say anything, but you have to deviner. You have to guess, and maybe it's better when you have someone almost on the same year, and so it can explain you better the stuff that you don't get. Het is natuurlijk onze Brusselse campus, daar zijn een hoop internationale studenten, of laat mij zeggen dat de verhouding internationale studenten ten opzichte van reguliere hier hoger ligt. Sint-Lucas profileert zich als internationale school en heel veel studenten van Sint-Lucas mogen op Erasmus en er komen ook heel veel Erasmus studenten naar hier. Dus daarom denk ik dat het fout zou zijn om deze internationale studenten, die hier vaak ook na een positieve ervaring 2 jaar lang blijven, niet te betrekken in een kwaliteitsdebat als deze. En zeker ook omdat het internationale programma zeer nieuw is en daar moet ook zeker nog wat aan gesleuteld worden. Het is ook zo dat Brussel heeft zo'n beetje het pijnpunt dat heel veel Nederlandstalige studenten hier niet blijven op kot zitten. Die gaan oftewel naar Leuven oftewel terug naar huis. Dus internationale studenten blijven hier een beetje alleen achter. Vandaar ook die vraag naar kunnen we niet meer organiseren dit soort avonden, maar ook de matige dinsdagen en dergelijke meer. Dat zijn allemaal initiatieven die ervoor zorgen dat studenten eigenlijk meer verankerd blijven met de school, elkaar kunnen ontmoeten en eigenlijk ook de stad leren appreciëren en begrijpen. En in de stille hoop dat in de toekomst nog veel meer studenten hier effectief in Brussel zullen op kot blijven. Ik denk dat de kwaliteitszorg in Sint-Lucas heel erg zijn best doet om van alles aan te halen. En ik denk ook dat er op heel veel vlakken vanuit docenten en studenten acties ondernomen worden. Ook op dit moment. Ik weet alleen niet of het haalbaar is dat alle onderwerpen en alle punten die vandaag besproken zijn op korte termijn opgelost zullen worden. Maar het zou ook maar saai zijn als alles perfect zou zijn. Ik denk dat er in een school zoals deze altijd problemen zullen blijven en dat er altijd kleine frustraties zullen blijven. Maar dat maakt ook deel uit van de eigenheid van de school.